Wilgo Baren heeft geweldige dingen gedaan in Suriname. Surinamers die over het algemeen geweldige dingen doen, krijgen weinig waardering. Dit zegt Sigmund Staphorst, voorzitter van de organisatie voor gemeenschapswerk NAX. De organisatie heeft gemeend om via haar documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur Wilgo Baren te vereeuwigen door het uitbrengen van het boek Wilgo Baren, een ware à la Condreman. NAX wil hiermee de herinnering aan deze grote Surinamer levend houden. Als je dat niet doet, dan zijn we Wilgo misschien na een jaar vergeten. En dan heeft de jeugd, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen nooit van Wilgo Baren gehoord. Ja. Ja. Nou, hij heeft op cultureel gebied een hele waslijst van grote dingen. Ik noem dus in de eerste plaats het volkshogeschoolwerk dat hij heeft verricht. Ja. Vormingswerk onder jongeren en onder beroepswerkers. Mm-hmm. Ik noem à la Condredron. Mm-hmm. Dat is zowel in Suriname als buiten Suriname heel, heel erg bekend. Mm-hmm. De naam van Henk John moet natuurlijk ook genoemd worden bij dat onderdeel. Nou, Wilgo Baren is ook bekend van het Nola Hatterman Instituut, Caribbean Center, Carifesta en ga zo maar door. Ook binnen de theaterwereld was Baren niet weg te denken. Wat hij gepresteerd heeft, kan allemaal gezien worden als ons cultureel erfgoed. Het documentatiecentrum heeft daarom al deze verdiensten vastgelegd. Chandra van Binnendijk en Marieke Visser zijn benaderd om het boek te schrijven, zegt Staphorst. In de eerste plaats omdat ze al een prachtig boek over Ellie Purper hadden geproduceerd. Ja. En nou, zij kennen Wilgo ook en zij zijn beide betrokken bij een heleboel culturele activiteiten. En het was een hele goede keus, want de benadering die zij aan ons hebben voorgelegd is... laten we via mensen die Wilgo goed hebben gekend, dat boek in elkaar zetten. Mm. En dat is goed gelukt, omdat elk van de mensen die een verhaal heeft verteld, dat in het boek is opgenomen, die kent Wilgo van een andere kant. Ja, ja. Dus zo zijn alle aspecten van deze bijzondere man ook op een bijzondere manier bij elkaar gebracht. Mm. En met prachtige foto's. Dus het is een heel goed gedenkboek dat we met heel veel trots zullen presenteren. Carla Boeweti is in gesprek met Sigmund Staphorst. Het boek wordt maandag 15 januari, het is de geboortedag van Wilgo Baren, gepresenteerd in het NAX-gebouw aan de Thomsenstraat.